Reinier Artist, auteur van Indiaans verhaal tussen twee beschavingen, wil met zijn boek meer bewustwording over de inheemse cultuur creëren onder de jongeren. Het boek beschrijft de cultuur van de inheemsen en de invloed van de ontmoeting met de westerse cultuur daarop. De lancering van het boek is morgen, 16 november, in het dorp Powaka, waar het boek zal worden verdeeld en waarmee er input wordt gegeven aan de toegang tot informatie. Inheemsen moeten op dezelfde manier behandeld worden als alle andere volken, stelt Artist. Hou nu rekening dus dat inheemsen een andere traditie hebben. Ze zijn niet achterlijk, zoals Westerlingen denken dat wij achterlijk zijn. Ja, nee, we hebben een beschaving, ik noem dat zelf, we hebben een eigen wetenschap. Alleen doen we dat anders. Klopt. Ja. En die methode probeer ik dus nu via het ministerie van Onderwijs te introduceren in die verschillende dorpen. Juist omdat de manier waarop door de, ik noem het maar de westerse beschaving, de westerse cultuur, de inheemse volkeren worden benaderd in alle opzichten in feite, vooral onderwijs. Ik zal in Suriname blijven, dat het onderwijs in Suriname, bedoeld voor inheemse, in feite ver onder de maat gegeven werd en ongekwalificeerde leerkrachten naar het binnenland waren gestuurd. En ik heb me steeds afgevraagd, waarom worden deze mensen anders bejegend door de anderen in hun ontwikkeling? De uitgave van het boek is in samenwerking met Stichting Edukans, de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname, de FITS, en het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs, RKBO. Dick Verboom, projectmanager van Edukans, vindt het belangrijk mee te helpen aan de verdere ontwikkeling van het behoud van de inheemse cultuur. Volgens Verboom verdienen de inheemse jongeren ook een eerlijke kans in het onderwijssysteem. Ja, dat is heel belangrijk, want Suriname is een heel erg multicultureel land. En ook de opdracht van het onderwijs is ook om al die culturele diversiteit, om daar in een soort nation building aandacht aan te geven. Dat iedereen weet van wij leven allemaal samen. En ja, Suriname is er al heel erg goed in om samen te leven met heel veel verschillende culturen. Zeker als ik dat met Nederland vergelijk. Maar bij de inheemse volken is het vaak zo dat de cultuur komt heel erg vanuit het leven in harmonie met de natuur. En ook in harmonie gemeenschapsbesluiten nemen. Ook weten dat je als individu deel bent van de gemeenschap. Zoals ze het in Afrika zeggen en met het Ubuntu denken. Jij bestaat omdat de gemeenschap bestaat. En dat is voor ons een hele interessante thematiek als Edukans. En het leert ons ook om anders te kijken naar het samenleven van mensen, waar in een tijd waarin de polarisatie ook alleen maar toeneemt. Met het boek Indiaans verhaal komt er ook een lesbrief en een docentenhandleiding ter ondersteuning van actief leren. De volledige gesprekken met Artist en Verboom ziet u morgen om 5:00 's middags in ons programma In Gesprek Met.